Okay, we hebben nu even een leuk telefoongesprek namelijk. We gaan namelijk bellen met DJ Funk D. En hij hangt aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Hey, jij kent ons vriendinnetje Dominique wel, hè? Ben ik jouw vriendinnetje? Ja. Je moet niet gekker worden hier vanavond. Ons vriendinnetje. Ja, maar jullie kennen elkaar, ja. Toch? Je hebt toch voor een item of zo, wat was ja, het? Ja, ik mocht hem interviewen. Nou, interview hem nu ook maar gelijk. Nou, oké. Hey, hoe is het? Ja, goed. Met jou? Ja, ook goed. Hey, ik heb gehoord dat je een nieuwe plaat hebt uitgebracht. Ja, zeker. Die plaat heet Thrive In en die is gisteren uitgekomen bij Dimitri Vegas en Like Mike op het label Generation Smash. Oh, hoe dat vet is dat? Dat is wel sick, man. Hoe heet die, zei je nou? Generation Smash is het label en mijn plaat heet Thrive In. Oké. Okay. Even kijken. Thrive In. Ik ga hem even erbij pakken, hoor. Ja. Ja, hoe typ je dat? Thrive-in. T-H-R-I-V-I-N. Het voelt een beetje als lingo vandaag. Nog een keertje. T-H-R-I-V-I-N. Je verbinding viel even weg. Even serieus. Nou, Mikael, luister even. Ja, nee, wat is? Thrive-in. Ja, maar Dominique, hoe spel je dat dan? T-H-R-I. Oh, op die fiets. Oké, het is lekt. Nee, dat heeft helemaal niks mee te maken. Hè? Dat is een moeilijke naam. Ja, nee, ik heb hem gevonden. We gaan hem trouwens zo draaien, hoor. Dus niet dat we nu gelijk... Het is niet echt een radioplaat, maar wel tof dat jullie het toch doen. Ja, nee, dat maakt ons niet uit. Ik bedoel, we gaan straks ook Nightwish draaien. Ja. Nee, maar Funk D, je hebt het op het label van Like Mike. Ja, en Dimitri Vegas uitgebracht. Oh, dat is wel echt sick, man. Je komt uit Nijmegen. Ik kom uit Nijmegen, ja. Hoe heb je dat voor elkaar gebokst? Ik heb die gasten ooit ontmoet, echt zo random, op een barbecue op Curaçao, bij vrienden van mij. En zo werkt dat een beetje, dan rol je een beetje in dat wereldje. En nu helpen ze mensen nu en dan met een goede plaat uitbrengen. Nou, dat is toch geweldig? Maar die plaat, even kijken, wordt jouw muziek dan ook een beetje goed beluisterd? Ja, wel. Ja, redelijk. 23, bijna 24.000 per maand. Ja, het gaat redelijk, ja. Nou, dat is best wel goed op Spotify, toch? Ja. Mag meer, maar ik ben... We gaan ervoor. Oké, maar wat is het volgende feestje waar je gaat draaien? Sta je vanavond nog ergens? Vanavond sta ik in de allerleukste tent van Nijmegen, George en Jimmy. George en Jimmy! Allemaal voor 35-plussers te draaien. Ik ben bij jullie om de hoek, namelijk. Oh, maar dat is wel lekker dan. Dan kun je gewoon naar uit je bed inrollen. Kom je daar wel binnen, ja. Mikael? Bij George en Jimmy? Ja, nee, maar even, is dat niet zo'n 35-plus café? Nee, dat is echt leuk. Nee. Ja, dat is niet de vraag, maar... Nee, je hebt een aparte ingang van 35 plus, geloof ik. Ja, dat dacht ik nee, altijd tenminste. Nee, maar is ook voor jonger. Wat ik alleen niet snap, zijn je nou in George & Jimmy of de leukste tent van Nijmegen? Allebei. Oh, dubbele geek vandaag. Nee, maar is dat zo? Ik heb het over de George & Jimmy, hè, jongens. Kom op. Nee, maar is dat ja, zo? Ik vind is het dat, ook is dat, is dat een 35 plus café of niet? Nee. Volgens mij is het 23 plus, ja. Maar misschien kan het voor jou zo aanvoelen. Nou, zou ik wel iets leuks vertellen, dan mag ik ook niet binnen. Nee, serieus, mag ik ook niet naar binnen. En dan moeten we het maar met jouw plaat gaan doen, Funk D. Sowieso. Hey, we gaan hem draaien en ook al is het geen radioplaat, ik vind het vet. We gaan het weekend goed inluiden. Leuk, man. Echt tof. Yes. Thanks voor de support, cool. Geen probleem, hey. Fijne avond en een goede show vanavond. Hey, hè. Hartstikke bedankt. Oké, hoi hoi. So drink from me, drink from me. Let me show you. We're on a symphony, so high. Let me shoot across the wall. Him for the weekend.